meer te vertellen over Bert zelf. Altijd handiger als een ander dat doet. En dan gaat Bert op zijn beurt weer de band voorstellen. Ja. Geniet ervan. Heel programma, ja. Ziet het al. Duidelijkste voorbeeld is eigenlijk Picasso in Parijs ook bekend geworden omdat hij in een café ging. Een brasserie in Parijs die er nu nog is, La Ronde. Hij is toen ingevoerd, La Ronde. En daar mocht Picasso als jong beginnend kunstenaartje zijn spullen ophangen. Wat heet, weet ik niet, dat kan je allemaal nog achterhalen, maar in ieder geval daardoor kreeg hij een podium in Parijs. En daarom is hij gaan lopen, nou we weten hoe het met Picasso gegaan is. Dat is niet voor niks. Ja. In die traditie zit daar een rare stof achter. Jij begint niet op een spierwit doek uit een winkel te schilderen. Wil je even erbij komen staan? Dan moet je eens uitleggen wat jij doet. Als je het niet weet, zie je het niet. Maar als je het weet, zie je weer. Hè? Let op. Grote schilderijen. Het gaat met name om de drie geldschilderijen die hier aan refereren. Kunnen jullie dat staan? Dat zijn schilderijen op oude PPT-postzakken. Ja, dat heeft natuurlijk een bepaalde historie. Ik denk hoeveel belasting eigenlijk is in de liefde gestuurd zijn. Dus er zit al een textuur en verhaal in de museum. Dat is wel heel bijzonder. Ik vind het heel leuk om in dit soort plekken te exposeren, omdat het niet zo etherisch, lekker laagdrempelig en eigenlijk ben ik. Ja, jullie zijn me eigenlijk altijd ook. Van half acht tot de start. Dat is een hele lange, ik kan blijven slapen. Maar straks zelf, Peter Stuffkens, Marty